Hoi, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een make-up look voor jullie. Het was alweer een tijdje geleden dat ik een make-up look video maakte, dus ik dacht het wordt weer een keer tijd. Het is dus de look geworden die ik nu op mijn gezicht heb, die je nu dus ziet. Ik heb alleen maar producten gebruikt van W7, dus als je benieuwd bent met welke producten ik deze look heb gemaakt, kijk dan zeker eventjes mee. Als basis gebruik ik de Prime Magic Camera Ready Primer. Ik breng de primer aan met mijn vingers. Hij is wel een beetje plakkerig, dus naderhand is het een tip om je handen even goed te wassen. Het concealer paletten dat ik gebruik is het Hide & Seek Color Correcting Concealer Quad. Ik gebruik de concealer kleur. Het is de tweede kleur uit het paletten. De foundation die ik gebruik is de Photoshoot 16 Hour Foundation. De foundation moet goed geschud worden voor gebruik. Ik doe een klein beetje op mijn hand en vanaf mijn hand breng ik het aan met een kwast op mijn gezicht. Als poeder breng ik de Banana Dreams Loose Powder aan. Ik doe de poeder een klein beetje in de deksel, zodat ik het gemakkelijk met mijn kwast daarna kan aanbrengen. Om te contouren gebruik ik het Hollywood Bronze & Glow setje. Ik breng de bronzer aan met een schuin afgesneden kwast en veeg hem daarna nog wat in met een dikkere kwast. Als blush breng ik de Candy Blush aan in de kleur Angel Dust. De highlighter die ik gebruik komt ook uit het Hollywood Bronze & Glow kitje. Breng deze op de jukbeenderen op mijn gezicht aan, ook op mijn neus en een klein beetje op mijn bovenlip.
Voor mijn wenkbrauwen gebruik ik het Brow Palour eyebrow setje. Ik gebruik de donkerste kleur uit dit palette. Ik breng de kleur aan met een schuin afgesneden kwastje. En als laatste breng ik ook wat van de highlighter aan op mijn wenkbrauwbot. De oogschaduwbasis die ik gebruik is de Get Set Eyeshadow Base in de kleur Natural. Ik breng deze nu met een kwastje aan, omdat ik hem iets beter kan dekken als ik hem met een kwastje aanbreng dan met mijn vingers. De oogschaduw die ik gebruik bij deze look komt uit het In The Nude palette. Op mijn bewegend ooglid breng ik de tweede kleur uit het palette aan. In de arcadeboog breng ik de achtste kleur uit het palet aan. Als ik de kleur heb aangebracht, blend ik de kleur nog even goed in op mijn ogen. In de buitenste ooghoek brengt de 12e kleur uit het palet aan. Ook deze kleur blend ik naderhand goed in. De eyeliner die ik gebruik is de Eye Captain Liquid Eyeliner.
eyeliner heeft een hele stevige tip. Hierdoor kan je heel nauwkeurig werken. Het oogpotlood die ik gebruik hoort bij de Big Lash Mascara. Mijn wimpers krul ik met een wimperkruller van het kruidvat. De mascara die ik gebruik is de Big Lash Mascara die bij het oogpotlood hoort. Ik breng een nude-kleurige lippenstift aan en deze heet Silk. Ook breng ik een make-up fixing spray aan. Even knippen uit mijn haren halen en dan is mijn make-up look helemaal klaar.